banden oppompen. En bij het oppompen is van het linker voorwiel. Wij gingen de banden oppompen. Ja, en van het linker voorwiel is het ventiel afgebroken. Zeg maar Denemarken, here we come. Super leuk. Hallo allemaal. Hey. Wij zijn onderweg. Yay, eindelijk. Nou, het was natuurlijk iets langer dan verwacht. Of iets later dan verwacht. Eén dagje. Ja. Maar dat is je helemaal vergeven hoor, schatje. Ja? Ja. Lekker. We hebben heerlijk genoten gisteren in het hotel / kasteel. Echt wel een hele bijzondere overnachting, hè? Zeker weten. Heel anders dan waar we ooit hebben overnacht. En ik voelde eigenlijk ook wel gelijk toen we dat hotel binnenstapten, of dat kasteel binnenstapten, van dit is echt een plek met superveel historie. Er was ook een of ander verhaal dat er een spook rond dwaalde in dat kasteel. Nou, Gabriela was helemaal bang. Nou, ik was niet bang, maar ik geloof wel gewoon in geesten en zo. Ja, misschien verklaren jullie me allemaal voor gek, maar daar geloof ik gewoon in. En ik had meteen al zo'n vibe toen ik daar binnenkwam, weet je wel. Maar goed, het was echt een hele bijzondere overnachting. Een filmpje hebben jullie natuurlijk gezien van het kasteel en van de kamer. Nou, vanochtend zijn we rond een uurtje of 11 terug gaan rijden richting Gouda. En toen hebben we onderweg getankt. En oh, de banden hebben we nog steeds niet opgepompt. We moesten eigenlijk de banden oppompen, maar dat hebben we dus nog niet gedaan. We hebben de camper gewogen. Nou, dat ging allemaal net aan, hè, schat? Net aan, ja. Ja, dus we mogen niet aankomen. En het verbaasde me eigenlijk wel echt. Jou niet, volgens mij. Maar mij verbaasde het wel dat we dat het net aan was. Want de kasten zitten helemaal niet vol. En ja, naar mijn optiek hebben we gewoon helemaal niet zo heel erg veel meegenomen. Ik denk er anders over. Nou, laat ik het zo zeggen, we hadden meer mee kunnen nemen. Laat ik het zo zeggen. Okay. Ja, ik bedoel, de garage zit niet vol en de kasten zitten niet vol. De garage zit aardig vol. En alleen onder de banken hebben we nog ruimte. Maar je ziet het, we komen gewoon aan het gewicht. Ja. Dus misschien moeten we onderweg nog wel wat lozen. Ja. En dan lozen we als eerst jouw spullen. Mitch's spullen. Nee hoor, nee, komt allemaal goed. We waren ook wel echt helemaal volgetankt en zo, hè? Dus dat scheelt ook. Ja, dat is waar. Wat wil ik nog meer vertellen? Ja, daarna hebben we Roos natuurlijk opgehaald bij mijn schoonouders thuis. Afscheid van mijn schoonouders genomen. Dat was ook wel echt even pittig en emotioneel. Ja. Vooral vanwege Roos natuurlijk. En dat is gewoon heel erg mis. En verder, wat wil ik nou nog meer zeggen? Ja, hebben we de verlovingsring teruggebracht naar de winkel, want die was dus iets te groot. Gabriela wil toch niet trouwen. Aha. Jawel, ik wil wel trouwen, maar ik wil dat hij natuurlijk wel gewoon goed is qua maat. Dat moet ook gewoon. En omdat het steentje wat in de ring zit, dus ja, hoe moet ik dat uitleggen, schat? Leg jij het even uit. Nou, het steentje wat in de ring zit, zit tussen twee bandjes. En als je dus de ring kleiner gaat maken, dan verandert de spanning op die steen. En dan zou het kunnen zijn dat je die steen verliest. En dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus hij kan niet kleiner gemaakt worden, maar hij moet opnieuw gemaakt worden in een andere maat. Ja. Want Mitch wist niet precies welke maat ring ik had. En hij had dus wel een oud ringetje van mij meegenomen. Maar die was zo klein, ik dacht, nou dat kan niet. Hij dacht, het niet eens over het topje van mijn pink. Ja, Mitch die dacht van, zij heeft inmiddels gewoon van die echte worstenvingers gekregen. Nee, niet worstenvingers. Maar ik dacht, ja, dat is zo klein, kan dat wel? Ja, ik heb gewoon echt een extreem kleine maat. Ik zeg wel eens, ja, mijn vingers, dat is het enige echte slanke wat ik heb. Want ze zijn gewoon zo smal. Ja, joh, doe niet zo gek. Nee, maakt er goed uit. Maakt niet uit, schat. We hebben hem kleiner besteld en dat duurde dus wel 3 of 4 weken. Omdat hij dus inderdaad echt helemaal opnieuw gemaakt moet worden. Of in ieder geval in de juiste maat besteld moet worden.
En mijn schoonmoeder of iemand anders van onze familie gaat hem dan ophalen. En dan nemen ze mee op het moment dat ze ons komen bezoeken. En dan kan ik helemaal gaan shinen met Marie. Nou, hoe lang duurt het nog voordat we op de plaats van bestemming zijn? Een uur en 3 kwartier. Dus geeft hij aan, dus ongeveer 2 uurtjes moet je rekenen. Ja, dus ongeveer 2 uur totdat we er zijn. Rond 1 uurtje of 6 is dat. We filmen het zo meteen natuurlijk ook nog wel even als we de landgrens overgaan naar Duitsland. En we overdachten dus 1 nachtje in Duitsland. En dan morgen door naar Denemarken. Ja, dan trekken we morgen inderdaad door naar Denemarken. En daar blijven we dan een paar dagen, want we zijn echt helemaal afgedraaid. Kapot. Gewoon. Ja. Moeier dan moe. Dus ja, we gaan even een paar dagen bijkomen dan. En dan vroeg werken. Ja, goed ook. Tot straks. Maar ik ben nog aan het werken. Nou jongens. Ik ben nog hard aan het zinken. Jullie geloven het nooit, maar we staan met pech langs de weg. Lekker band. We gingen de banden oppompen. En bij het oppompen is van het linker voorwiel. Wij gingen de banden oppompen. Ja, en van het linker voorwiel is het ventiel afgebroken. Dus we hebben nu de wegenwacht gebeld. En ze komen eraan. En dan kunnen ze hopelijk de band nog maken. En anders zal er een ander wiel onder moeten. Ja, dus we hopen wel echt dat het ventiel gewoon nog gemaakt kan worden. Althans niet dat ventiel, maar dat er bijvoorbeeld iets nieuws opgezet kan worden of zo. Want het lijkt wel echt alleen het ventiel te zijn, hè? Ja, het ventiel is afgebroken. Dat was een beetje raar, want Mitch had hem al opgepompt. En toen hij dus zeg maar de pomper afhaalde, toen hoorde je ineens zo'n heel hard sissend geluid. En toen drukte ik nog het ventieldopje erop en toen leek hij, Oké. Maar toen had jij toch zoiets van, ik ga het toch nog eventjes ja, checken. Ja, ik vertrouwde het niet helemaal. Dus ik deed de pomper weer op. En toen begon hij meteen te spuiten. Ja, dus toen is waarschijnlijk dat forces dat stukje eraf gebroken. Ja. Daar lijkt het nu op. Ja. Dus ja, we waren allebei best wel eventjes, nou vooral Mitch, helemaal overstuur. Eventjes, crazy. Ja. En ik was met die kleine binnen, dus ik kon hem niet horen. Helemaal dikke drama, maar de wegenwacht is onderweg. Hopelijk komt het goed. Ja. En ik probeer het nu maar als een soort van lichtpuntje te zien dat dit niet... Oh! Gaat-ie? Wat een beetje veel water. Maar ik probeer maar als een soort van lichtpuntje te zien dat het niet op de snelweg gebeurd is. En dat als dat dus een mankement was, dat we er nu achter komen. Maar ja, echt een fijn begin van je reis is het natuurlijk niet. Nee, we zijn nog niet eens 200 kilometer weg. We zijn niet eens de grens over. Dit is dus de crime scene. Platter dan plat. Dus ja, wacht op de ANWB. Nou, er is inmiddels iemand aangekomen, Bas. En Bas is nu bezig. Ja, het lijkt nu wel weer wat, maar het was helemaal niks. Ik ga deze eruit halen. Ja. En dan maakt het gewoon een normaal ventiel in. Ik weet niet of je hier een TPMS sensor op zit. Heb je een... Nee. Nou, gaan we eens even kijken. Welkom. We zijn weer back on track.
ieder geval niet zo snel geweten wie we hadden moeten bellen. Ja, de ANWB ook. Ook de ANWB. De ANWB. En zij schakelen dan weer iemand in of zo in Duitsland. Ja. Maar goed, nou ja, we rijden weer. En het is nu nog 55 minuutjes rijden naar de eerste overnachtingsplek. En we hopen dat nu alles voorspoedig gaat lopen, hè? Nou, wel vanuit. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit is de eerste ochtend na een bewogen dag 1. We staan ergens in Duitsland. Een uurtje of 8 is het nu, zo moeten lekker eten. Een beetje douchen. En dan vertrekken richting Denemarken. En Daddy is al druk bezig geweest met lekkere tosties. Ja. En Roosje heeft nu een lekkere tosti, maar die wil beginnen met druifjes. Nee, maar dat mag niet. Maar dat mag niet. Eerst tosti eten. Dus, hier staan nog meer tosti's op het vuur. En ik zal jullie even meenemen naar buiten. Ik heb hem zo klaar. En we staan op een heerlijk veldje. En er staat één andere camping. Speeltuintje erbij. Daarachter nog een wat grotere speeltuin. Staat precies de caravan voor. En hierachter is dus een boerderij. En daar hoor je dus ook al de hele ochtend hele harde koeien vandaan, geluiden vandaan komen. Maar goed, wij vinden het wel een prettig idee om altijd ergens bij in de buurt te staan. Dus zo'n, of tenminste wel een beetje bij andere mensen of de bewoonde wereld. Het is natuurlijk allemaal nog vrij nieuw voor ons. Dus al best spannend om dan helemaal vrij te staan. Zeker met die kleine. Dus ja, bij een boerderij is dan wel gewoon een goede optie. En ook wel een voordelige optie. Dus dat is wel lekker. Nou, wij gaan lekker eten. Wij zitten inmiddels al een hele tijd in de auto. Of in de camper, moet ik zeggen. Maar we kunnen nog lachen, hè, Rosie? Nou, Roos was net wel even helemaal zat. Want de rit zou dus eigenlijk iets langer dan 4 uurtjes duren. 4 uur en 20 minuten of zo. Maar we zijn inmiddels al bijna 7 uur onderweg. We hebben natuurlijk gewoon tussendoor even gestopt. We hebben boodschappen gedaan, maar we hadden ook nog wat gedoe met onze zorgverzekering. Een mailtje die we kregen, wat we eigenlijk wel ter plekke wilden regelen. Ja, had eigenlijk te maken met verkeerde voorlichting en heel frustrerend allemaal. Maar inmiddels zijn we dus weer onderweg en zitten we nog een half uurtje van de bestemming af. We rijden zo meteen over de grens van Denemarken en dan iets over de grens stoppen we bij een boerderij. Waar ze koeien hebben. Dat is leuk, hè, Rosie? Moe! En ze hebben daar ook een speeltuin en een groot groen grasveld waar Roosje lekker kan spelen. En we hebben besloten om daar lekker 2 of 3 nachten te blijven. Om een klein beetje te kunnen onthaasten en te kunnen ontstressen. Er is daar verder in de omgeving niet heel veel te doen, maar dat vinden we eigenlijk ook wel gewoon lekker. Dus als we daar zo meteen aankomen, dan gaan we net als gisteren koken. En daarna lekker ontspannen. Eten. Lekker eten, hè? Hoe gaat het bij jou? Ja, met papa gaat het goed. Mitchie vindt het sowieso niet erg om te rijden. Hij houdt altijd wel van rijden. Maar goed, het is nu wel tijd om gewoon lekker aan te komen en met onze beentjes omhoog te gaan. Ik ging volgende keer weer tutelen als ik een heel groot meisje ben. Als jij een heel groot meisje bent, dan mag je tutelen. Nee. Ja, als je heel groot bent, dan mag je zelfs auto rijden. Maar dat duurt nog wel eventjes. Ja. Hè? Zeg maar Denemarken, here we come. Zeg maar, we komen eraan. Harder. We komen eraan. Yes. Goedemorgen allemaal. Nou, dit is dag 3. En we zijn in Denemarken. Zoals jullie gezien hebben. We staan op een leuke camping, op een boerderij. En Roosje en ik hebben gisteren al even bij de koetjes gekeken.
En Roosje heeft ook lekker op de trampoline gesprongen gisteren die er hier is. En we blijven hier ongeveer 2 dagen, 2-3 dagen om even de laatste administratieve dingen te regelen. En een beetje bij te tanken. En een klein beetje bij te komen, ja. Dus we gaan er vandaag een leuke dag van maken. Nou, we gaan eventjes voor het eerst gaan we de Omnia oven uitproberen. Laat eens even zien wat erin zit, Kay. Nou, we hebben... Het moeten broodjes zijn, dus. Ja. Maar die broodjes waren iets te groot, dus we hebben ze door de helft gesneden. En dat moet dus een oventje zijn op gas. Dus we gaan het meemaken. Het wordt wel een beetje uitproberen, want je moet, er staat dus niet echt bij van zo hard moet het vuur of zo. Dus nou, we gaan het gewoon heel goed in de gaten houden. Yes. En, hoe is het gegaan met de broodjes? Nou, heel goed. Kijk. Die zien er lekker uit. Er zit helemaal een bruin krokant laagje op. Lekker. Dus we gaan lekker smikkelen. Ja, tafeltje is gedekt. En Roosjes, wat is Roos aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Ben jij van de ham aan het pikken? Dondersteen. Oh, oh. Erg. Dag 4 van onze reis. En we staan nog steeds op de boerderijcamping. Kijk eens. Het is iedere dag echt super druk. Met zeker wel 5 of 6 campers die hier staan. Kijk, daar hebben we de koetjes. Maar in de ochtend stroomt het langzaam leeg. Kijk, daar is Missy. Want het is echt een plek waar je eventjes overnacht vlak voor de grens van Duitsland. En heel veel mensen stoppen hier dus echt voor 1 nacht. Maar wij zijn hier dus om lekker te relaxen. Beetje bij te komen. Nou, daar hebben we Roos. Hallo. Dit is een beetje roosharenparadijsje. Trampoline erbij. Speeltoestel. En we hebben op dit moment echt mazzel met het weer. Gisteren heeft het bijna de hele dag geregend. En nu vindt de zon dus meestal wel zijn weg tussen de wolken door. En dan zijn we lekker veel buiten, hè, Rosie? Wat ben je voor leuks aan het doen? Wat ben je aan het maken? Huis. Een huisje? Kijk. Oh ja. Dat is mooi. Lekker met zand. Hey, laat eens zien hoe je lekker van de glijbaan afglijdt. En een schommeltje erbij. Nou, papa heeft lekker een omeletje gemaakt. Dus we gaan even lekker lunchen. Laat maar zien naar mama waar de koeien zijn. Kijk, hier is dus een hele grote stal. Oh, er zijn nog alweer wat meer. Kijk, normaal staat dit dus helemaal vol met koeien. Ja. Nee, je kan ze niet aaien, liever. Dat kan niet. Ik weet niet of ze dat prettig vinden. Maar we kunnen wel even daar naar buiten lopen. Daar zijn er nog veel meer. Kijk, hier kan je dus rechtdoor lopen en dan heb je het weiland. En deze koeien hebben heel veel ruimte, hè, Roos, buiten, hè? Ja. Dat is echt super fijn. En 's nachts staan ze dus hier. En dan eigenlijk overdag als wij wakker worden, dan zijn ze alweer buiten. Tot laat in de, ja, in de middag, avond. Kijk. Maar ja, nu staan ze hier allemaal op een kluitje. Ik heb ook eigenlijk geen idee waarom. Ik denk dat ze gemolken willen worden. Maar ze kunnen dus helemaal doorlopen naar daar helemaal achteraan. Als je dus al die weilanden daarachter ziet, daar kunnen ze ook helemaal komen. Maar ze willen naar binnen, denk ik. Ik weet het ook niet waarom. En hier staan de kalfjes. Hier op het weiland hierachter.
Die worden apart gehouden van de grotere koeien. Zo, lekker stukje aan het wandelen. Hier in de verte zie je de boerderij van onze, waar onze camper staat. Dat was niet onze camper, overigens. En we gaan nu even lekker een stukje lopen in de omgeving. We zijn inmiddels al een tijdje aan het lopen. En het was een hele leuke wandeling door het platteland. Alleen nu lopen we dus terug langs de grote weg. Nou, en dat voelt dus wel iets minder fijn. Want we lopen natuurlijk ook met die kleine. Maar goed, we stappen gewoon even flink door. En dan zijn we hopelijk snel op de plaats van bestemming. We gokken nog een metertje of 200. Oh, leuk. Goedemorgen. Het is vandaag dag 5. En wij gaan iets heel erg leuks doen, Roos. Waar gaan we naartoe? Naar de eikijktoren. In? Waar zijn we? Naar Legoland. Legoland, hè? Want als je in Denemarken bent, dan mag een bezoekje aan Legoland natuurlijk niet ontbreken. Zeker niet als je hele erg Lego Masters fan bent. Papa, hoe excited ben je? Jee, ik heb er zin in. Kijk, daar zijn we. Legoland. Nou, de eerste attractie waar we ingaan is de uitkijktoren. Daar wilde Roos het liefste in, hè Roos? Jij wil graag in de uitkijktoren, toch? Ja. Ja. Het is te hoog voor mij, te hoog. Te hoog, maar dat geeft niet, liever. Want papa en mama zijn bij jou, toch? Ja. Wauw. Kijk daar, zie je auto's inderdaad. Oh, en de monorail zie je zo. Wauw. Kijk naar de achtbaan. Een achtbaan. Zo, en de bootjes zie je ook. Nee, dat kan ook nog niet. Als we volgend jaar, het jaar daarna, ooit terugkomen, dan kan je daar allemaal in, hè? Dan ben je groot genoeg. Ja. Zie ik hem daar. Hier kan je ook kijken. Kan je tussendoor kijken. Maar kijken. Kom maar dichterbij. Kijk daar. Oh, daar komt een haai aan. Kijk, een haai. Zie je, er komt in de zie je? Wow. Nou, ze zitten hoor, in het vliegtuig. Oh. Doei, Rosie. Oh, ze gaan de lucht in. Nou, Rosie is voor het eerst alleen in een attractie, helemaal trots. Dus daar komt ze aan. Ik ga er even filmen. Daar komt ze hoor, grote meid. Daar komt ze hoor. Hey! Is goed schat, grote meid. Roosje, zwaai naar ons. Joe! Zo leuk. Kijk hoe cool gemaakt, jongens. Helemaal van Lego steentjes. Wauw. En hier ook. Thank you.
Nederland, nagebouwd in Lego blokjes. Hoe leuk. Hier een hele kas. Met tulpjes en bloemetjes erin. Superleuk. Hier helemaal het station nagebouwd. Koetjes. Oké, er komt de trein aan. Koetjes, molentjes. Ze hadden echt een werkende sluis hier. Kijk. Oh ja, die open en dicht gaat. Een bruggetje, maar ook een sluis. Kijk maar, een hoog en laag water. Oh, daar ja. Hier. Kijk, daar gaat de brug dicht. Toch geweldig. Superleuk. De bootjes door de grachten. Voor de toeristen. Zo leuk. Goed sturen, hè, Roos? Oh, ja, we gaan de bocht om. Hé, kijk, Roos, dit zijn de neushoorns. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!